Jongens, de Colossal Squid, dat ding is zo groot. En ik hoop dat hij... Ja, kijk, hij komt al een beetje op ons... Oh! Nee! Hey kijkers, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Sanne en vandaag ben ik terug in mijn aquarium. Ik heb zoals jullie kunnen zien heel veel geld. Dus wij kunnen heel veel upgrades kopen en daadwerkelijk ook nieuwe vissen. Nou ja, nieuwe vissen kunnen we niet kopen, maar die kunnen we dan gaan vangen uiteindelijk. Dit, nou ja, we zijn gewoon precies waar we gebleven waren. Maar in de construction shop kunnen wij dus heel veel nieuwe dingen kopen. Voor mij kunnen we ook gewoon alles kopen. Ik weet het niet zeker. Oké, ik ga hier staan. Hier hebben we wat uitzicht, dus dan kunnen we het kijken gewoon. Ik ga dit kopen. Ik ga dit. Boom. Boom. Oh, kijk dat geld hoor, jongens. Al die aquariums. Ik weet niet eens, we gaan het niet redden. Of wel? Jawel, we kunnen gewoon alles kopen. We hebben alles gekocht wat er maar is. Dus ons aquarium is nu maximaal... Oh, nee. Nee! Huh? We hebben niet genoeg... Wat? Oh, je kan dus allemaal nieuwe dingen unlocken weer blijkbaar. Want volgens mij was deze er echt niet hoor. Zou ik even de opname terug moeten kijken. Maar die was er serieus niet. En daar hebben we dus nu niet genoeg voor. Ik dacht, ik heb genoeg voor alles gehaald. Maar nee, maar... Wat? Kijk hoe vol het hier staat. Kijk, dit hier. Dit gaat helemaal naar boven nog. Wat? Hier nog een aquarium. Hier een hele zieke grote waar je doorheen kan lopen met je poppetje. En hier, oh, hier, wat? Kijk hoe grote aquariums. En we moeten ook even boven gaan kijken natuurlijk. Want ik ben wel benieuwd wat daar is. Of er daar nog een aquarium is neergezet. En we weten natuurlijk van de squid. In welk aquarium zou die moeten? Volgens mij is dit gewoon... Oh, dit is mijn kantoor. Hey, kan ik lekker werken en zo. En mijn slaapkamer. Toilet. Oh, dit is serieus gewoon een soort verblijf van mij. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oké, dat is wel cool. Maar wat je eraan hebt is volgens mij echt serieus helemaal niks. Maar kijk hoe sick. Ik denk dat deze voor de squid gaat zijn. Dat denk ik hoor. Als het goed is, kunnen wij dus... De squid kunnen we gaan vangen. We kunnen anglerfish kunnen we vangen. We kunnen haaien vangen. We kunnen spider crabs vangen. We kunnen roggen vangen. We kunnen pufferfish en cuttlefish. We kunnen catfish. We kunnen discus vangen. Dus we kunnen echt superveel gaan vangen deze aflevering. Dus dat gaan we dan ook zeker doen. Ik weet niet heel... Oh, ik zie ook een spider crab. Jongens, ik wil ze allemaal vangen. We kunnen zoveel vangen. Kijk, dit is rog 1. Maar ik ben benieuwd. Hoe kunnen we... Waar is rog 2 naartoe? Wat? De rog is helemaal weg. Oké, laten we maar snel achter de spider crab aangaan. Ik ben benieuwd. Is dat een squid? Je gaat niet menen dat dat de squid is. Ze kunnen ons ook aanvallen, denk ik. Dus, wat? We kunnen dat ding gewoon met dit kleine netje vangen. Oké, nog een squid. Oké, jongens, de Colossal Squid. Dat ding is zo groot. Oh, wat? Ze vallen me aan. Oeh, ik schrok me kapot. Hij kwam op me af. Dat was niet normaal. Kijk, deze kunnen we dus ook... Oh, je ziet het licht zo van die dingen. Die kunnen we ook vangen. Ja, dat is de anglerfish. Die geven... Au, 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 ze doen pijn. Ik vang ze. Oh nee, de squid. Oh, ze komen allemaal achter me aan. Ik ben zo low HP. Je kan rechtsboven kan je mijn HP zien. Zo low. Oké, we hebben maximaal van dit alles. We moeten hem nu boeken. We moeten hier weg. Anders ga ik dit niet overleven. Oké, we moeten via de ladder. Dat is een beetje jammer. En we hebben het gewoon gevangen met het kleine net. Oké, sick. Oké, ik ga hier naar binnen. En wat? Hier is de Colossal Squid. Dit is zo'n groot ding, jongens. Hoe kan die überhaupt in dit aquarium zitten? Kijk, hij steekt ook gewoon uit. Geen probleem. Daarentegen, maar wow. Dit is echt insane. En hier, oh, hier zit de spider crab. Ik moet zeggen, de spider crab vind ik meevallen. Als je, volgens mij is de spider crab in het echt eens ook wel groot. Maar volgens mij nog wat groter. Want het is een museum en daar hebben ze voor mij... Zo'n ding hebben ze daar neergezet. En hij leek veel groter toen ik die daar in het echt zag. Deze hadden we al. Deze ook. En, oh kijk, hier zitten de anglerfish. Maar ik zie er maar één. Ik zie er toch echt maar één, jongens. En ik heb er twee gevangen. Oh, ik dacht even, ik kan erin springen. Maar dat kan dus niet. Er zit ook een dak op. Oké, maar waar de andere anglerfish is geen idee. De roggen, denk ik trouwens dat die hier zitten in dit lage dingetje. Ja, kijk, zie je? En dit is mijn rog. Oké, maar dit is nog lang niet alles, want dit kunnen we ook nog allemaal vullen. En ik ben benieuwd in welke de haai gaat eigenlijk. Ik denk dat de haai hierin gaat. We kunnen natuurlijk maar ook maar één haai vangen. En we hebben nog al deze andere dingen, die moeten we nog vangen.
Maar dit is echt al insane. Kijk die squid. Ik dacht dat is super rare. Maar er zaten er gewoon twee bij elkaar. Dat is best wel insane. Maar hier kan ook de haai zitten. Dus daar moeten we ook voor oppassen. Want ik denk dat we misschien wel in één hap dood zijn als die ons bijt. Kijk, daar zit de haai. Waarom vind ik dit zo'n slecht plan met het kleine netje? Oh, jongens. Oké, ik ga het maar wel doen. Ik ga op de haai af. En ik hoop dat hij... Ja, kijk, hij komt al een beetje op ons... Oh! Nee, wat? Ik ben gewoon in één hap dood. Ik zei het jullie, maar dit is toch de goede? Oh, ik moet terug. Ja, dit is hem echt. Het is niet een... Dit is niet een of andere haai die je niet kan killen of zo. Hij is hier, oké. Ik denk dat we gewoon moeten oppassen. Ik denk dat... Komt hij op ons af? Ja, hij komt op ons af. Nee, hij komt niet op ons af. Oké, nu komt hij wel op ons af. Ja, we hebben hem gevangen. Let's go, jongens. Hoppakee, we hebben de haai. Zo, hij kwam weer Speedy Gonzales kwam die op ons af. Maar het was hem niet gelukt, natuurlijk. Oké, kijk, hier zit nog een discus. Die hebben zulke mooie kleuren, jongens. Ik ga ook heel rennen van de haai naar de discus. Maar hey, weet je, kom maar hier, discus. Ik wil jou wel in mijn aquarium. Yes, oké, super sick. En we kunnen al de medium... Was het de medium huis? Oh, dat moet ik niet hier kijken. Ja, we kunnen dus wel de medium huis kopen. En ik denk dat stuk daarboven is. Dat dat upgrade misschien of zo. Dat beter wordt. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Aangezien we natuurlijk daar wel onze slaapplek dinges iets al zagen. Maar het was gewoon heel klein en echt poep. Ik ga voor deze. Oh, wat een snap. Gaat hij nou serieus bij die wormen zitten? Hij wil gewoon dat ik opgegeten word. Ik snap wel weer hoe het gaat. En wat is dit dan ook? Hey, kom terug. Wat ben jij? Oké, dat is één. Hè? Hoezo kan ik... ik kan je wel vangen. Oké, top. Nee! Ik zit toch... Oh, mijn oxygen. Mijn oxygen, jongens. Oh, dit is niet goed. Nee, en ik had de discus net niet gevangen. Je gaat dus gewoon serieus in één keer dood als je oxygen op is. Oké, dat is best wel insane eigenlijk. Nou, ik zie er hier sowieso nog eentje die ik nodig heb. Dus ik ga hier gewoon naar beneden. En ik zie ook nog een discus. Dus dit komt wel helemaal mooi uit. Oké. Poeh, ja, die kwam best wel hard op me af. Maar we hebben hem gewoon gevangen, dus dat is top. Ja, oké, ik wou net zeggen, als dat mis is, dan weet ik het ook niet meer hoor. We hebben nu al alle discus. En dit hiervan, dus ja, hier moeten er nog gewoon meer van. Is het mijn aquarium? Ja, het is mijn aquarium. Oké, super sick. Dan gaan wij medium huis kopen. En dan gaan we kijken of er daarna nog iets bij komt. Ja, medium huis. Oh, er kwam een large house. Ja, zie je dus die uitbreiding op het dak, wat ik zei inderdaad. Dus we gaan even snel naar boven, even koenkeloeren. Oh mijn god, ik was even vergeten, we hebben een haai. Wat? Wat doet die haai? Kijk dan. Oh, hij zit eigenlijk in een best wel klein dingetje. Maar holy moly, wat is die haai vet, jongens. Oh, ik zou hier alleen niet veilig rond willen lopen. Want één klein krasje in zo'n aquarium en al het water vliegt uit en al die beesten. Oh, wat zou hier maar gebeuren. En kijk, oh, hier zitten deze vissen. Oh, die zitten allemaal bij elkaar. Yo, dat is echt sick. En hier, de catfish. Oh, yo. Deze allemaal bij elkaar. Oké, dit is echt super sick. Dit hebben ze echt cool gedaan. En ik vind die haai, die heeft echt wel een klein aquarium. Kijk dan, hij zwemt één keer met zijn staart en hij is al helemaal aan de andere kant. Oké, we gaan nu een house tour 2020 doen. We komen hier. Kijk, oh, dit is al veel groter en veel beter dan eerst. Kijk, mijn bureau staat nu ook daar. En mijn slaapkamer. Oeh, kan je ook echt liggen? Oké, dat helaas niet. Hé, grenzen. En dan de badkamer. Kunnen we lekker douchen, lekker naar het toilet. Dit is echt super sick. En voor 4 miljoen kunnen we dus het grote huis kopen. Let's go. We gaan hier naar het donkere stuk. Dus dieper. Want op de bodem van de oceaan. Dat vind ik echt indrukwekkend trouwens. Oh kijk, daar zitten nog squids en zo en allemaal. Hoe dieper je in de oceaan gaat, hoe donkerder het wordt. Dus je ziet soms echt van die documentaires. En dan een beetje op het oppervlakte. Daar is het echt gewoon lichtblauw, zeg maar. Als je in de verte kijkt. Maar daaronderin wordt het zo donker. Dan is het echt gewoon donkerblauw. En dan zie je echt helemaal niks meer. En ik zie de laatste rog. Ik kom maar heel snel hier. En dan moet ik nog één vis. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat die vis echt moeilijk wordt om te vangen. Oké, we gaan even goed kijken. Welke moeten we nog? We moeten nog de cuttlefish. Oké, ik weet niet. Die zat niet hier beneden. Die zat volgens mij achter de haaienstuk. Dus dan moeten we wel eventjes langs de haai. Als die er is tenminste. Die kan ook gewoon gedespawned zijn en niet terugkomen.
Oh, oké. Okay. Ja, kijk, de haai is er wel. Maar ik ga even ook via land, zodat ik wat oxygen kan halen ondertussen. Alleen zie ik dan niet zo goed of er, of die vis hier is. Ja, dit is hem. Dit is de allerlaatste vis die we nodig hebben. En, oh, mis. Kom terug. Ja, als het goed is hebben we nu alle vissen gecollect. Nee, wat? We moeten er nog één. Hoe heb ik die helemaal over het hoofd gezien? Redtail catfish. Nee, maar die zag ik er net. Oh, de oxygen. Oh nee, ik had gewoon gelijk omhoog weer moeten gaan. Ga ik dit redden? Nee, dit ga ik niet redden. Dit ga ik niet. Je gaat niet menen dat ik nu dood ga. Ik ben dood. Nee, wat? Waarom gaat die oxygen zo snel naar beneden, maar zo langzaam omhoog? Oké, hier moet hij toch wel zijn. Is dat hem? Ja, dit is hem. Dit is hem. Kom hier. Nee, niet weggaan. Ik moet jou hebben. Ik moet je... Ja, we hebben hem. Oké, we hebben alle vissen gecomplete. Dit is even zo'n goed moment. Dat is net gewoon of je de hele Pokédex hebt of zo. Ik weet niet, we hebben nu alle vissen die we maar kunnen krijgen. Maar ja, wat moet je nu eigenlijk dan nog doen? Er is ook niks nieuws bijgekomen. Wat stond er? Collect all of the sea life. Ja, die hebben we gecollect. We hebben ze allemaal. Dat is toch insane. In de tweede aflevering al. Kijk ons. Oh, dit is ook zo vet. Je kan het gewoon vanaf hier ook zien. Alle vissen zitten nu op een... Zag jij ook die axolotl vliegen? Ik zweer het, jij vloog hier. Alle vissen zitten nu op een plek. We hebben echt... Kijk deze grote, massieve dingen. En dan, nou ja, over de squid nog niet gesproken. En de haai natuurlijk. Dit is insane, maar ik vind het wel raar waarom er maar eentje van daarin zit, aangezien we er wel echt twee hebben en er ook gewoon twee in het hok zouden moeten kunnen. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet zeker niet dat blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal met het belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En doe allemaal een blauw duimpje omhoog voor deze haai. Echt een legend. Hij zit wel in het klein hokje, maar dat maakt niet uit.